Zou je even willen voorstellen? Ja, graag. Mijn naam is Henk van Dijk, Nassau-makelaar Zeist en onder andere ook bestuurslid van oprichter van Zakelijk Zeist, de ondernemersvereniging. En we zijn bezig met de Q4, dat is de ondernemersvereniging, vier ondernemersverenigingen bij elkaar, Van de Bilt, Driebergen, heet nu Heuvelrug, Bunnekoopdijk en Zeist. En daar zijn we bezig met een soort economische samenwerking. Kun je aangeven wat het belang is van de ondernemersvereniging? De ondernemersvereniging is belangrijk omdat de samenwerking onderling is op het gebied van economie, maar ook op het gebied van infra, van bestemmingsplannen, verkeer, zaken met elkaar samenwerken. Maar uiteraard is de ondernemersvereniging ook belangrijk om business to business met elkaar te doen, handel met elkaar te doen en elkaar beter te leren kennen. En dan gaat meestal de zaken gaat dat beter. Waarom vind jij het van belang dat ondernemersverenigingen zich verbinden aan ONL voor ondernemers? Nou, we zijn zeer blij met het initiatief van ONL, omdat er is heel veel behoefte aan een stem van de ondernemers in Den Haag. En de politiek een beetje afzijdig houden, want via de politiek komen we met alle respect vaak niet zo heel verder. Ondanks dat we daar goede contacten mee hebben, met name plaatselijk. Maar landelijk is het heel moeilijk om daar doorheen te komen, zeker als individuele ondernemer. En ik denk dat Hans Biesheuvel en consorten daar gewoon heel goed in zijn om daar een stem te laten horen, om te horen waar we het niet mee eens zijn, horen wat de ondernemers echt willen. En zonder dat het in allerlei politieke structuren terechtkomt, maar gewoon direct aan de wortel de problemen en zaken aanpakken. Goeiedag, zou je even willen voorstellen? Dag, ik ben Ad Grinius, ik ben bestuurslid van Zakelijk Zeist. En Zakelijk Zeist is de grootste ondernemersvereniging in Zeist. Waarom zijn ondernemersverenigingen voor jou zo van belang? Ik vind ondernemersverenigingen belangrijk omdat je één stem vormt tegen bijvoorbeeld in ons geval de gemeente en de provincie. Het ook heel goed is om elkaar te leren kennen onderling en je doet business met elkaar. Het is ook nog gezellig. En waarom vind je het belangrijk dat ondernemersverenigingen de verbinding aangaan met ONL voor ondernemers? Ik vind het belangrijk dat ondernemersverenigingen in heel Nederland zich bundelen onder de vlag van ONL Nederland, omdat je daarmee de stelling waar kan maken dat de ondernemer de motor van de economie is. Je kunt daarmee kennis delen, je kunt ervaringen delen en je kan gebundeld naar de politiek in Den Haag. En ik denk dat dat hartstikke noodzakelijk is. Mijn naam is John van der Tol, ik ben ondernemer in de prachtige Bollenstreek en ik maak bedrijven zichtbaar. Dat doe ik via mijn magazine. Dat doe ik online en doe ik eigenlijk ook een beetje tijdens de netwerkbijeenkomsten. John, waarom zijn ondernemersverenigingen voor jou zo belangrijk? Nou, naast dat je in contact komt met de ondernemers, vind ik het ook heel belangrijk om te horen wat bij ondernemers begeeft, zeg maar, wat er leeft bij ondernemers. En het is natuurlijk uiteindelijk goed ook voor mijn business. En waarom vind jij dat het belangrijk is dat ondernemersverenigingen ook met ONL aan de gang gaan? Dat is een hele goede vraag. Net zo belangrijk is als dat ondernemers lid zijn van een ondernemersvereniging. Die dus krachtig één blok kunnen vormen naar de lokale politiek. Is denk ik heel belangrijk dat lokale ondernemersverenigingen lid worden. Samen gaan werken met ONL. Om uiteindelijk één krachtig stempel naar de politiek. De landelijke politiek te kunnen vormen, zeg maar. Om ook daadwerkelijk de belangen te vertegenwoordigen die alle ondernemers in Nederland behelzen. En dat zijn niet alleen de grote bedrijven, maar ook de MKB-bedrijven en de ZZP'ers, waar ik uiteindelijk zelf ook een van ben. Hartstikke bedankt. Graag gedaan.